Dag beste kijkers, welkom back met een nieuwe video van Clash of Clans. Ik zat nu lekker buiten te chillen en ben heel de nacht wakker gebleven, een beetje aan het freaken op de PlayStation. Ik heb GTA gespeeld, maar noemt hij hem nu weer? Maar Dallas Army. Mijn army. Ik ga straks terugspelen. Ik ben echt bijna moe, maar ik wil slapen. Maar ik heb echt die hoesting om te gaan slapen. Dus ja. Ik weet niet echt wat ik moet vandaag doen. Maar onze clan is aan het groeien. Ik heb al een paar leden verwijderd. En een paar leden niet aanvaard. Weet ik veel van allemaal. Omdat ze niet echt zo aan mijn mening liggen. Kijk, voorbeeld die wil ik niet echt. Kijk, gewoon 100% zuinig. Kom hier. Wow. Dus ja, ik denk dat ik ben naar kristallen gaan. Je kan zien het. Maar ik ben terug er aan gaan. Kijk, dat nou. En dat. Verdediging gewoon. Dus je bent zo toe mee. Oké, doneren straks. Ik ga zo doneren. Ah fuck, waarom doe ik dat iedere keer verkeerd? Ja, voilà jongen. Oké, meer trucjes bij doen. Hier en daar wat meer. Zou je iedere keer als je wat gaat aanvallen, dat je zeker je troepen bezig zijn met te voltooien. Ja, hoe moet je het zeggen? Hey, joh. Doneer gewoon. Sorry, maar ik heb niet even barbaar. Omdat ik even straks aan aanval. Ja, ook sorry. Barbaar, jongen. Mijn verdediging. Zal ze alle twee tonen. Oké. Tonen. Dus eerst beginnen we met een verdediging tegen Dallas Army. Nice base. Ik zie wel niet hoe ik ze buiten te laten warm. We waren koning, goed. Boogjes van mij, level 6. Dus als je boogjes 6 wil hebben, kom zeker in deze klein. Sorry, maar even aanvaarden. Iedere keer als er iemand bij komt, gaat er een paar honger. Dus ja. Ik doe iedereen naar oudste. Als je genoeg doneert, ga je naar CEO, maar weet ik veel allemaal. Als het een Engels man is, zo. Da. Of da. Zo. En nu tonen we hem even terug. Voilà. Voilà. Shit, zo'n fucking mens, wat we doen nu. Hij heeft een draag in zijn klankkasteel. Dus ja. Bogen. Maar beter even wachten om ze te zetten. Die gast die hem aanvalt. Maar dan nu voor de eerste jaar mon of wat? Ja. Ja, hij heeft een goede beest, hè. Nice. Oké, maar veel kun je niet. Race. Zo slecht. Ik heb een 208 bogen gebrekeld voldoende. Herhaling. Verdediging. 44%. Oké, die strategie heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Hier twee reuzen. Zet iedereen en iedereen. Komt. Dus hij valt hem niet aan.
rond boogjes, arches. Als het ware gaat hij nog aan. Oh, hij heeft daar niet veel tijd meer. Wat gaat hij nu doen? Gaat hij gewoon laten verder spelen ofzo? Oké, what the fuck, man. Ik geef je nu nog echt een keer de tip. Zie je dat? Je wilt sparen voor Barbare Koning of voor Booshutter. Doe dat. Maak troepen. Maar vergeet wel niet, als je wilt aanvallen en je wilt echt die duistere elixir behouden, dat je het iedere keer wegdoet. Als het nog maar 20 minuten is of zo, dan is dat redelijk. Maar bijvoorbeeld 2 minuten gaat het aanvallen. Zoeken duurt zeker wel 2 minuten of zo. Dus doe je wel zeker weg. Dan heb je duistere elixir en dan verlies je geen duistere elixir als je wilt aanvallen. Dus ja, dat is very good, man. Nu gaan we een aanval doen. En oké, guys, I'm back. En ik heb een gevonden. Het ziet er eerlijk uit. Oké. Come on. Wait. Wait. Nee, what the fuck, waarom is daar? Why? Hij moet daar in gaan. Yeah. That's better. Going. Oké, ik wil voor de duister elixir gaan, maar dat zal niet lukken. Oh ja. Ik heb altijd mensen wat bekers genomen. Kom aan. Ik heb niet veel gepraat, maar je had wel wat ik moest doen. Oké, was je nou bezig met aanvallen? Ah ja, dat hoor ik niet. 10 bekers bij. Heel slechte reeds, maar niet goed. Oké, voilà. Ik denk dat ik wat ga kijken hoeveel geld ik heb. Ik ga geen geld hebben, ik ga hier gems op kopen. Voor varkensruiters te upgraden naar level 5. Het zou freaking amazing zijn. Amazing. Dankjewel om. Wacht even. Oké. Merci om te kijken, gasten. Appreciate als jullie mij abonneren en weet ik veel wat nog allemaal. Like. Ik heb goede vrienden in deze klang. Die ik nu al beter ken via PlayStation. Dus dankjewel en bye bye, guys.